Ook in Sleewijk werd Koningsdag gevierd, voor jong en oud. Het begon met een rondgang door het dorp achter Showkorps Wilhelmina aan. En later spelletjes en natuurlijk de rommelmarkt. Ik sta met Kirsten in de tent van de Oranje Vereniging Sleewijk. Kirsten, een overvolle rommelmarkt. Het weer zit toch nog mee. Een hele mooie ochtend, denk ik. Ja, fantastisch. Het is droog. Vanochtend leek het er eventjes op alsof het in het water zou vallen. Maar de voorspellingen zijn veranderd en ze geven vanmiddag droog weer op. Een volle tent met een hoop kinderen die spulletjes verkopen. Dat is ieder jaar in Sleewijk, de rommelmarkt. Ja, dat is echt een traditie. Elk jaar om 9 uur staan de mensen al voor de deur. En dan mogen zij naar het plekje inrichten en vanaf 9:30 start je verkoop. En die duurt tot 12:00. En vanmiddag, want dan is er ook een programma. Wat is er te doen? Ja, vanaf 2:00 start de spelletjesmiddag. Dan staan er buiten allerlei luchtkussens. Dus we hopen dat het droog blijft en niet uitwaait. En hier binnen zijn ook van allerlei spelletjes te doen als 4 op een rij. Je kan popcorn krijgen, snoepzakken. Een ledenkaart of een kaartje kan je kopen. En leden zijn gratis en niet leden die betalen 3 euro. En aan het eind krijgen de kinderen ook nog een prijsje. En nu hebben jullie deze hele week al allerlei activiteiten. Wat was voor jou het hoogtepunt? Voor mij was het hoogtepunt gisteravond. Oranje Kroeg met Menzo. Veel lokale mensen, erg gezellig. Ja, en is genoeg gedronken en genoeg gefeest. En het was gewoon heel erg leuk. En zo hoort het, hè, Koningsnacht? Zo hoort het, ja. Ja, laat naar bed en de volgende ochtend weer heel vroeg uit. Het zijn vooral de kinderen die goede zaken doen. Geld verdienen en natuurlijk uitgeven. Wat ga je nou met al dat geld doen? Dat weet ik nog niet. Sparen? Ja. Ja, ik heb zelf al een Barcelona pakje gekocht. Bij iemand anders. En die ga ik het ook aantrekken.